Daily Minutes nummer 1555 met een uitzending voor vandaag 22 februari 2019. Dit is het bulletin van vrijdag. Ja, ik heb vandaag niet zo heel veel inspiratie, dus ik ga maar eens een beetje smokkelen. Maar ik denk dat meerdere mensen het wel leuk zullen vinden. Ik gebruik vandaag de SSTV-beelden van gisteren opnieuw. En daarnaast herhaal ik iets waar ik een tijd geleden wel eens een paar gedeelten van gebruikt heb. Het is een uitzending van het radioprogramma Hobbyscope. In een totaal andere tijd dan waar we nu zitten. 22 mei 1978, 40 jaar geleden. Het is in technisch opzicht inderdaad een totaal andere wereld nu. Is Hobbyscope, een projectie van elektronica, wetenschap en hobby in stereo. Goedenavond allemaal. We naderen zo zoetjes aan de vakantieperiode, dus ook de hobbyisten zullen wat beter in hun vrije tijd komen te zitten. Reden genoeg dus om naar ons programma te luisteren. Vanavond laten we de derde aflevering horen over de radiocontroledienst. Dan is er groot nieuws van Philips en natuurlijk wetenswaardigheden op luchtvaartgebied. Dat zijn de belangrijkste zaken. Vooraf een stukje muziek. Hier is het orkest van Sid Lawrence. Nu dat grote nieuws, gaat u er even voor zitten. Philips heeft namelijk een 11 centimeter geel plaatje ontwikkeld dat in de jaren 80 misschien de grammofoonplaat zal gaan verdringen en wellicht ook de muziekcassette. Ze noemen het plaatje compact disc en het is regelrecht afgeleid van de videoplaat. De geluidskwaliteit en kanaalscheiding van meer dan twee kanalen trouwens, denk even aan quadrafonie, is vele malen beter dan die van de huidige plaat. Stof, vingerafdrukken, jengel, dreun en plaatslijtage behoren nu tot het verleden. De compact disc zal een signaalruisafstand en dus een dynamiek van 85 decibel mogelijk maken over het hele hoorbare gebied. De plaat zal ondanks zijn 11 centimeter een speelduur van een uur hebben. De afleiding van de videoplaat zal met bobbeltjes en kuiltjes beschreven zijn. De audioinformatie ligt vast in pulscodemodulatie, digitaal in een 14-bits lineaire pulscode. Het aftasten van het plaatje geschiet optisch met behulp van een korte opneemarm, waarin een kleine halfgeleider laser is gemonteerd. Het plaatje wordt slechts eenzijdig van informatie voorzien, maar dat is geen probleem gezien de speelduur van een uur. Philips denkt de afspeelapparatuur voor dat schijfje in de 80e jaren op de markt te brengen voor een prijs die vergelijkbaar is met de bestaande high-fidelity platenspelers van nu. Dan gaan we nu beginnen met de derde aflevering in de serie over de radiocontroledienst van de PTT. Hans Jansen was dit keer nogal geïnteresseerd in de Neder-Horstenberg-radio. U noemt zichzelf een monitoringstation. Wat houdt dat eigenlijk in? Het observeren van de frequentiebanden beneden de 30 megahertz. Toezien of die banden gebruikt worden volgens het eigenlijke gebruik. En het eventueel gericht luisteren naar het oneigenlijke gebruik van stations in bepaalde banden die toegewezen zijn aan bepaalde dienst. Dan moet u me even uitleggen wat oneigenlijk gebruik is van banden. Er zijn bijvoorbeeld beneden de 30 MC verschillende banden die toegewezen zijn aan het maritieme mobiele verkeer. Dus waarin schepen en kuststations opereren en correspondentie voeren met elkaar. Die zijn exclusief toegewezen aan dat verkeer. En onze taak is het bijvoorbeeld om na te gaan of daar ook, laten we zeggen, clandestine omroepstations in zitten. Of buitenlandse omroepstations in zitten. Dus stations die geen gebruik mogen maken van die maritieme mobiele dienst. Maar als u nou een zender niet kunt herkennen, bijvoorbeeld omdat die wartaal versluierde gegevens uitzendt. Dan trachten we eerst door middel van het signaal, signaalanalyse hier vast te stellen wat voor soort systeem het is. En
Mocht dat niet lukken, dan proberen we door middel van peilingen vast te stellen in welke omgeving zo'n zender zich bevindt. En kunnen, indien de storing ernstig genoeg is, daarna contact opnemen met de desbetreffende administratie waartoe dat station behoort. En als het nou technisch een heel ingewikkeld of nieuw systeem is, wat dan? Dan trachten we nog altijd, proberen wij zoveel mogelijk dat zelf, zelf achter de nieuwigheid te komen. Wat is dit nu weer? Piccolo. Dat is niet in zo'n geval. Wat is het voor een zender, meneer Van Hengst? U hoort hier een piccolo-systeem, wat zover wij weten in gebruik is, veel gebruik van wordt gemaakt in Engeland. Waarvoor wij zelf geen demodulatieapparatuur hebben. En in zulke gevallen, om vast te stellen waar deze zender vandaan komt, wordt gebruik gemaakt van radiopeilingen. En door onze contacten met onze Engelse collega's, eventueel de hulp van hen, om erachter te komen welke zender dat is. U kunt het niet demoduleren? Nee, dit is voor ons onmogelijk. U weet wel dat elk fluitje een letter is of iets dergelijks? Ja, een combinatie van tonen is dus vertegenwoordigd tussen een letter van het alfabet. Zoekt u eens een andere zender op. Wat is dit nu? Wat u hier hoort, dat is een samengesteld systeem. Dat is een zijbandzender die met in een van de zijbanden een aantal kanalen FSK-printers gebruikt. En vermoedelijk in het andere kanaal een spraakkanaal heeft waarop telefonie gegeven wordt. Maar dat weet u nog niet zeker? Dat weet ik nog niet zeker, maar met behulp dus van mijn meetontvanger zal ik trachten om dat verstaanbaar te maken. Gebruik maken tegelijkertijd van de spectrum analyzer die ingebouwd is in mijn meetontvanger, waardoor ik behalve het signaal te horen krijg, het ook nog kan zien. Hetgeen bij mij dus mijn afstemming vergemakkelijkt. Ik zal eens trachten om... Ja, dat is zo'n scoopje, hè? Een scoopje, ja. Ik zal eens trachten om het systeem uit elkaar te halen. Eén moment. Het klinkt heel rommelig. Het klinkt nog steeds heel rommelig, maar ik heb nu de zender zo goed mogelijk afgestemd. Mijn ontvanger die houdt op het ogenblik de frequentie vast met een automatische frequentiecontrole. En nu zal ik door gebruikmaking van de verschillende filters in mijn ontvanger de twee zijbanden trachten te scheiden. Eén moment. Ja. Wat u nu hoort, dat is de benedenband die deze zender gebruikt. Waarin zo'n 12-tal FSK-printersignalen zitten. En nu zal ik trachten... Wat zijn printersignalen? Zijn dat telexen? Dat zijn 12 kanalen telexen zijn dat dus. Ieder kanaal vertegenwoordigt één telex-verbinding van dit station. En hoe weet u dat het er 12 zijn? Dat kunnen we dus aflezen op deze spectrum analyzer. Waarbij op dat scoopje weer, waar al die lijntjes komen? Ja. Op dat scoopje en ieder bergje wat zich daar aftekent vertegenwoordigt één telex-signaal. Nu zie ik dus aan de bovenkant van het signaal een spraakkanaal zitten. En nu zullen we weer trachten door gebruik te maken van een van de filters van mijn ontvanger om dat spraakkanaal storingvrij eruit te krijgen. Helemaal. Internationale de la Côte d'Ivoire. Ceci est une transmission d'essai pour le réglage de votre réception.
Here is Abidjan, radio control terminal of the International Telecommunications Corporation of Ivory Coast. This is a test transmission for your receiving adjustment. Ici Abidjan, centre de liaison au réseau de la Société de Télécommunication Internationale de la Côte d'Ivoire. Uit deze hele brede band, die rond de 18,5 megahertz zit, hè? Ja. Heeft u dus nou een identificatie gehaald? Dus een dame die zegt dat ze uit de Ivoorkust vandaan uitzendt. En wat nu dus voor het monitorstation van belang is, dat is niet datgene wat zij overbrengt, maar alleen dus de identificatie van het is het station Abidjan. Dat wordt door ons genoteerd en vergeleken met de internationale notities in de internationale frequentielijst. En dan is voor ons de kous verder af. Meneer Peters, het monitorstation van de radiocontroledienst in Neder-Horstenberg meet zenders. Welke zenders? In hoofdzaak de PTT-zenders in Kootwijk, de zenders in Scheveningen Radio, de omroep-tv-zenders, de zenders van de Wereldomroep, de zenders van de Rijksluchtvaartdienst, de radiobakens, de scheepszenders, mobilefoon- en marifoonzenders en dan nog een aantal die we dan samenvatten onder diverse zenders. Maar wat valt daaraan te meten? Onder andere de frequentie. En de frequentie, daar bedoelen we ook mee de stabiliteit van de zenders. Hoe precies is uw apparatuur eigenlijk? We kunnen wat gebruikelijk is de frequentiemetingen tot op een hertz nauwkeurig, maar we kunnen tot op een 100ste hertz nauwkeurig de frequentie meten. Wat voor soort klachten kunt u eigenlijk behalve het uit de band lopen van zenders nog meer krijgen? Het gaat hoofdzakelijk om het, laten we noemen het meervoudig gebruik van de frequenties. En dat kan veroorzaakt worden door propagatie. Door wisseling in seizoenen, dat er dan in ieder geval meer zenders gelijktijdig op één frequentie werken. De effecten aan zenders kunnen we ook meten. Dat kan ook klachten veroorzaken, bijvoorbeeld frequentieafwijkingen, maar dat kan ook wat we noemen parasieten zijn, een schakelklikken en dat soort zaken. Meneer Peters, als u nou signalen krijgt die waar niet geen spraak bij is, dus dat u ze niet zo makkelijk thuis kunt brengen, wat doet u dan? Bijvoorbeeld als het een of ander ingewikkeld telex-signaal is. Dan is het mogelijk om het, we noemen dat in huis hier, hebben we de vakterm, daar gaan we schrappen. Dan wordt op een papierstrookje wordt een signaal uitgezeven en dan wordt door middel van herkenningen zoeken of er een start en een stop in zit, of het aantal tekens wat gebruikt wordt. Men probeert gewoon in het aantal, laten we noemen, in de kanteelvorm die uitgeschreven wordt op de papierstrookje, om daar een herkenning te vinden waar het signaal uit bestaat. Maar u heeft hier ook normale telexen staan? Dat is uiteraard voor de gewone telexverbinding, ook de telex over radio, de TOR, de beschermde printersignalen. Door middel van demodulatieapparatuur komt uiteindelijk op de uitgang van die demodulatieapparatuur kan dan een telex aangesloten worden. Kunnen we daar ook een voorbeeld van horen? Waar zitten we op het ogenblik? In de 18 MC ongeveer, en ik heb hier een telexsignaal wat ik eens af zal stemmen. Eén moment. Om dit signaal dus leesbaar te maken, gebruiken we dus een telegrafiemodulator waarop dat ding nauwkeurig afgestemd wordt binnen een bepaald filter. Dat is weer zichtbaar op een klein scoopje, weer op een scoopje. En dat is nu dus gebeurd. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is de telex aan te zetten en het signaal wat u zo hoort waar niets van te maken is, dat geeft normaal leesbaar schrift op een telexmachine. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Twain. Tranquility. We have a liftoff. The Skylab lifting off the pad now, moving up. Skylab is clear.
Nieuws uit de ruimte. Het ruimteingenieur van NASA, de Amerikaanse ruimtedienst, heeft een apparaatje gebouwd dat het normaal verbruik van stroom, energie, brandstof dus, met tussen 10% en 20% zou kunnen verminderen. Frank Nola van het NASA Marshall Ruimtecentrum werkt aan een project waarbij de energie van de zon gebruikt wordt voor zowel verwarming als voor koeling. En in zijn werk stelde hij vast dat de stroom die door een elektromotor vloeit warmte opwekt en dat hierdoor een elektriciteitsverlies ontstaat. Met de miljoenen en nog eens miljoenen elektromotoren, groot en klein, die in de geïndustrialiseerde wereld in gebruik zijn, is een mogelijke energiebesparing dus niet te onderschatten. Nola stelde vast dat bijvoorbeeld een wasmachine die hier in Amerika op 125 volt loopt, die 125 volt bij een volle lading wasgoed bijna helemaal nodig heeft en daarbij vermoedelijk zoiets van 430 watt gebruikt. Maar dat van die 430 watt 250 watt het werk doet en 180 watt in warmte verloren gaat. En als dan de wasmachine niet wast, maar alleen water pompt, dan zakt het wattgebruik naar rond 160. Maar dat is vrijwel allemaal warmteverlies, omdat, zo zegt Nola, de motor toch nog 125 volt gevoed krijgt, zodat er dezelfde hoeveelheid stroom doorheen vloeit. Door het tussenschakelen van wat Nola een stroomfactorcontroleapparaat noemt, wordt de wijziging in de verhouding tussen benodigde voltage en stroom bepaald en de motor het minimumvoltage gevoed, met als resultaat dat zelfs met een maximumlading de elektriciteitsbesparing voor die wasmachine rond 8% ligt. Wel de moeite waard dus. Technische gegevens kunnen worden verkregen vanuit Marshall Space Flight Center in de staat Alabama onder het aanvraagcodenummer CC01. Peter Schreuder, New York. We hebben nog meer nieuws op het gebied van energie. Luistert u maar eens naar wat Griet Titulaar te vertellen heeft. De oplossing van de energiecrisis zou wel eens uit de ruimte kunnen komen. Technici van de Amerikaanse Boeing-fabrieken hebben een uitvoerig rapport gepubliceerd over de mogelijkheid om zonne-energie in de ruimte op te vangen en over te seinen naar de aarde. Wat is namelijk de situatie met de energieconsumptie in de wereld? Maar liefst 93% van de energie die er nu op de wereld wordt verbruikt, komt uit de aarde. Het is fossiele brandstof zoals aardolie, aardgas en steenkool. Slechts 7% komt uit de natuur. Wind, zonne, getijden en zwaartekrachtenergie. Hoe we het ook wenden of keren, de voorraad fossiele brandstof zal opraken. Ooit zullen we alle energie uit de natuur moeten halen. We kunnen het moment waarop het zover is echter wat uitstellen door nu al te streven naar een andere verhouding dan 93% tot 7%. Door nu al te trachten veel meer dan 7% uit onuitputtelijke bronnen te halen. Zonne-energie is dan een veelgehoorde kreet. Het nadeel van zonne-energie op aarde is dat er het minste is als we het meeste nodig hebben, 's nachts en in de winter. Bovendien kan bewolking zorgen voor een flinke teruggang in de energieopbrengst. Deze moeilijkheden worden in de wereldruimte ondervangen. Een geostationaire satelliet, 36.000 kilometer boven de aarde, zit vrijwel voortdurend in het zonlicht. Zomer en winter hebben geen invloed en bewolking is niet mogelijk. De studie van Boeing werkt twee typen satelliet uit. De eerste is er een die werkt met zonnecellen. Op een oppervlak van 25 bij 5 kilometer, dus meer dan een stad groot, zitten maar liefst 14 miljard zonnecellen. Deze zonnecellen leveren een vermogen van 10.000 megawatt, dat is 2 maal het vermogen van de grootste waterkrachtcentrale in de Verenigde Staten. De opgewekte elektriciteit zal in de vorm van microgolfstraling naar de aarde worden overgeseind. Dat dit kan, mocht ik onlangs zelf aanschouwen bij proeven in de Verenigde Staten. Met 45 van zulke satellieten kan men de hele energievoorziening van de Verenigde Staten voorzien. Het tweede type werkt met warmtemotoren. Deze satellieten zijn voorzien van 4 parabolische spiegels, elk met een middenlijn van 5,5 kilometer. Het principe is dat geconcentreerd zonlicht een gas verwarmt dat weer turbogeneratoren aandrijft. Met de Space Shuttle kan rond 1983 ter demonstratie een eerste kleine energiestation worden gebouwd. In het jaar 2000 zal de helft van de energievoorziening niet alleen van de Verenigde Staten, maar van de hele wereld uit de ruimte kunnen komen. Ook Rusland is intussen onderzoek op dit gebied gestart.
Berekeningen leren dat de prijs van deze zonne-energie uit de ruimte niet hoger hoeft te zijn dan de huidige energieprijs. Er is echter 20 jaar intensief onderzoek nodig om alle technische problemen op te lossen. Maar energie uit de ruimte kan een serieuze zaak worden. Met de regelmaat van de klok worden er nieuwe luchtlijnen geopend. Wie straks in Zwitserland met vakantie is en op het vliegveld Basel een DC-9 van de KLM zal zien staan, hoeft zich niet te verbazen. Maar waarom vliegt de KLM op Basel? Wel, Basel is een belangrijke stad op het gebied van de industrie. En dan bedoel ik niet Basel alleen, maar ook het omliggende land. Basel ligt nou eenmaal op een soort drie landenpunt, kan je zeggen. En vanuit Basel kan men makkelijk Zwitserland, Duitsland en Frankrijk bereiken. En daar heb je heel wat industriegebieden die met een goede luchtlijn natuurlijk altijd goed van dienst kunnen zijn. Verder is het ook zo dat het Franse Jura-gebied, het industriegebied van de Franse Jura, door Basel Mulhouse, met name Mulhouse, wordt bespreken. En Basel is een zeer belangrijke Rijnhaven en heeft derhalve nauwe relaties met Nederland. Waar wordt mee gevlogen? Er wordt met een DC-9 gevlogen. En dat is in samenwerking met de Swissair. Dat houdt in dat de Swissair de tocht Amsterdam-Basel voor zijn rekening neemt. En de KLM de tocht Basel-Amsterdam. Dat wil zeggen dus dat het een dagelijkse verbinding is? De dagelijkse binnen voor wat betreft de werkdagen, het is van maandag tot en met vrijdag, die heeft nu heeft Basel een goede verbinding met Amsterdam gekregen. Ben Dingert is in gesprek met Peter Welhuner. We sluiten Hobbyscoop af met een bericht dat nog op deze week betrekking heeft. Aanstaande zaterdag namelijk zijn weer de nationale geluid- en klankdia-wedstrijden, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Geluid- en Beeldregistratie. Ditmaal komt de jury bijeen in de blauwe zaal van het Rijcongrescentrum in Amsterdam. Vanaf 10:00 ochtends worden alle geluidinzendingen beoordeeld op originaliteit, techniek en uiteraard het meest op artistieke waarde. Wat dat laatste betreft is de waarde van de inzendingen de laatste jaren gestegen. 'S Middags om 14:00 beoordeelt de jury alle klankdia-inzendingen, waarbij het niet alleen gaat om mooie plaatjes, maar er zal juist worden gelet op verantwoorde combinatie van beeld en geluid. Dat was het dus voor vanavond. Aan Hobbyscoop werkte mee Peter Schreuder en Krit Titulaer. Presentatie Ingrid Drissen. Techniek Frans Pongers. Redactie en samenstelling Hans G. Jansen en Wim Buurlagen. En eindredactie Ben Dingertis. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Thank you.
Microfoon naar retour.